Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van half zeven vanochtend kunnen we goed zien dat er veel bewolking over het land trekt. En uit die bewolking valt verspreid over het land ook regen. In de loop van de dag zien we dat de meeste neerslag valt in het midden en noorden van het land, kan soms even flink doorregenen. Later op de dag wordt het in het zuiden geleidelijk aan wat droger, maar ook daar valt nog steeds wel af en toe wat regen. Verder is het vandaag zeer zacht met 11 of 12 graden als maximumtemperatuur en er waait een stevige zuidwestenwind die is boven matig of vrij krachtig en zee krachtig of hard windkracht 4 tot 7. Zoals gezegd, vanavond vooral in het zuiden wat drogere periode, in het noorden nog steeds vrij nat. Morgen trekt het neerslaggebied naar het zuiden toe en uiteindelijk zuidoostwaarts langzaam het land uit. Blijft wel op de meeste plaatsen bewolkt, misschien in het noordwesten streepje zon Het wordt 7 of 8 graden. In de nacht naar dinsdag volgt er opnieuw een regengebied in het zuiden en midden van het land. Maar dinsdag overdag trekt die regen weg, maar dan volgen er weer een aantal buien, mogelijk met een karakter. Ook woensdag en donderdag vallen er een aantal buien. Het is dan wel beduidend minder zacht. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.